Ja, je voelt toch wel wat uh, in je benen, omdat je ja, bijna een maand eruit bent geweest. Alleen, uh, ja, ik, uh, ik ben weer fit. En wanneer voel je dat dan in je benen, als je echt versnelt? Nee, nee uh, na de wedstrijd voel je natuurlijk wel wat uh, ja, terugslag, maar uh, ja, het gaat goed met me. Maar dat is eigenlijk meer van gewoon de intensiteit van de wedstrijd spelen? Ja, ja precies. En niet zozeer van je knieblessure die je gehad hebt? Nee, niet echt. Um, het duel uh, met Ado. Jullie hebben natuurlijk nu uh, twee keer op rij verloren. Nu zeggen ze altijd bij een topclub: als je daar te vaak achter elkaar verliest, dan heb je een probleem. En merk je nou het verschil tussen uh, als je bij AZ twee keer achter elkaar verloor, of dat je nu bij Feyenoord twee keer achter elkaar verliest? Nee. Nee, uh, tegen City, ja. City is natuurlijk een topploeg. Uh, kan je ervan verliezen. Uh, PSV, denk ik dat wij uh, ja, met tien man veel beter waren en dat er veel meer in had gezeten. En dat zijn de houvasten waardoor je gewoon rust houdt hier in de Kuip. Ja, zeker. Dan volgt nu het duel tegen Ado. Een avondwedstrijd, net als de wedstrijd daarna tegen Nak. Nu zei trainer Giovanni van Bronckhorst al: van, Ik kijk altijd uit naar die avondwedstrijd in de Kuip. Ik geloof dat jij nog een enkele echte avondwedstrijd in het donker in de Kuip zelf gespeeld hebt. Hè? Nee, ik heb het nog niet gespeeld. Uh, wel meegemaakt natuurlijk met uh, Champions League. Uh, en dat zag er, uh, ja, zag er heel mooi uit. Ja, want dan zeggen ze altijd: een beetje een magisch gevoel. Had je dat ook zelfs toen je op de tribune zat? Ja, je merkt wel echt de, de kracht van, de, van het legioen en van de supporters. Het was wel mooi om te zien. Um, die kun je waarschijnlijk goed gebruiken ook tegen ADO. Alhoewel dat het een ploeg is die jullie in principe moeten kunnen hebben. Ja, we moeten, ja elke wedstrijd moeten we winnen om uh, in de beker uh, verder te komen. En uh, ja, onze doelstelling is natuurlijk uh, de beker winnen. En ADO is daar een, een te nemen hobbel? Ja, ik denk dat iedereen uh, in de cap uh, te verslaan is. Uh, behalve Manchester City, denk ik. Nee, had ook gekund. Ja, maar dan had wel echt alles, uh, alles mee moeten zitten. Je, je directe tegenstander is waarschijnlijk uh, Geraldo Becker. Een uh, snelle, snelle jongen. Um, verdiep je je daar dan nog extra in ofzo, of zo? Uh, of maak je dat eigenlijk niet zo heel veel uit? Nee, maar voor mij maakt het niet uit. Uh, uh. We hebben het al gehad over ADO. Uh, NAC komt er achteraan. Dan komt natuurlijk Napoli. Uh, weer voor de Champions League. Um, hebben we hebben vandaag gehoord, of gisteren eigenlijk al, dat er geen supporters meegaan uh, die kant op richting Italië. Ja, wat vind je daarvan? Ja, de meeste spelers zeggen jammer. Ik neem aan jij ook. Ja, natuurlijk. Het is wel jammer. Ja. Uh, het is toch wel steun die je, die je krijgt vanuit het publiek. Alleen uh, die wedstrijd moet toch gespeeld worden. En uh, ja, wij moeten laten zien dat, uh, dat we een goed resultaat kunnen halen tegen Napoli. Nu is er ook zojuist nog nieuws naar buiten gekomen. De voorselectie van het Nederlands Elftal. Voor uh, de cruciale wedstrijden voor de WK-kwalificatie. Uh, je ploeggenoten Steven Berghuis, uh, Tony Vilena. En Jens Stoorn staat, zit er erbij. Nu werd er ook van jou regelmatig toen je bij AZ zat. Van gezegd van nou ja, die is ook wel een kandidaat voor het Nederlands team. Hoop jij stiekem ook binnenkort op een uitnodiging? Ja, natuurlijk hoop je erop. Maar uh, ja, ik ben uh, bijna een maand eruit geweest. Dus uh, ja, dit was wel te verwachten. Je hebt nog even geduld. Ja. Succes te gaan doen. Dankjewel. Perfectos. Yes. Dankjewel. Succes morgen.